Het is 8 november, het is bitterkoud, het is 2012 en wij doen verslag vanaf het traditionele waddenweekend. En we zijn op het oostelijke wad aan boord van Drifter 22 Dolce Bella. En voor de verandering hebben wij in beeld Drifter 22 Salvator. Hey, daar is de opstapper, die heeft het goed naar zijn zin. En nou ja, we hebben net een tijdstopje gemaakt. Op het Lutje Wat. We waren met net de vloed erin bij Lauwersoog vertrokken. En op weg naar de Zuiderduintjes. Dat is net iets ten zuiden van Rottumeroog. Ja, Salvator die draait een wat noordelijke koers in. Altijd wat jammer voor de beeldvorming. Maar er zijn nog andere boten die op het TWW meedoen. Oorverdovend geknal zijn de oefeningen van het Marne schietterrein waar de houwitsers getest worden, maar dat is de enorme uitstaande fok van Dolce Bella. Daar hebben we gezeild. Coaster gezeild. En Salvator en daar aan de einde. Ja, we zijn net anker opgegaan. Het zal nu wat winderiger klinken. Daar zien wij Coaster Slow. Daar hebben we Zandloper. Van uw penningmeester. En daar is het altijd geopende kantoor van Peter Kiers. Ja, daar zien we hem links in beeld. Voor de kijkende rechts. En vlak achter ons inlopend, dat is Longboat Brave van Sietse Terpstra. Ook wij gaan even een klein ander koers varen en de schipper heeft het fok even overgelegd naar de lei. Kijk, is hier er wat van te zien? Oh ja, zo. Nogmaals zeggen dat het ontzettend handig is om twee handen te kunnen gebruiken en twee voeten ook om te kunnen filmen. In plaats van losse handen filmen. Dat geeft een veel meer onrustig beeld. En we hebben natuurlijk ook wel een prettige herenkoers. Met een windje 4, 5 in de rug. Op weg naar de Zuiderduintjes. Daar aan het einde. Voor de kijkers links ziet u Borkum liggen. Ons het vermalendeden Willemsduin. We zullen even inzoomen. Tegenwoordig niet meer op de kaart aangegeven. Maar niet te missen in de verte. Dit was Drifter 22 Dolce Bella. Vanaf het oostelijk wat. Lifelines. Je ziet dat de drifter om de fok alleen ruim een coaster voorbij loopt bij deze wind. Juist trim voorin. Oh! Moving ballast. Buiten de geul. Al bijna in de geul alweer. En wat is de snelheid, schipper?
ik zou niet weten. Nou, dit is toch een... vier knopen. Met Groninger wat? Let je vooral even niet op de chaos hier binnen. Want met twee man aan boord is het bijna niet zo netjes te houden als thuis. Kijken wat er achter ons gebeurt. Zo te zien is alles onder controle. Er ligt een ruime wind mee. Het is een zonovergoten dag. We hebben 7 bootjes op pad. Daar aan het einde verschijnen. Dit was de wind mee die de een haalt, hè? Altijd leuk voor thuis. De weg terug zou wel eens hard en zwaar kunnen zijn. Pikkelhard. Dit was Drifter 22, Dulcibella. Stop.